Ik heb gisteren vernomen dat Iris radioles heeft gehad. En ja, dus uitgelegd heeft gekregen hoe zo'n tafel dan werkt. En vanavond is ze al de hele avond tour aan het doen. Van, ja, ik weet hoe alles werkt. en we hebben net gewoon aan jou gevraagd. Jij die luistert, dankjewel daarvoor trouwens. Ja, zo leuk. Mag je Iris het laatste avondje, of het laatste avondje, het laatste half uurtje schuiven? Dus de techniek doen? Ja, dat mag. Want je bent gewoon met, ja, 98% gekozen of zo. Het is niet normaal. De hele app stroomt vol. En ik vind het echt leuk. Maar ik word ook een beetje zenuwachtig. Niet doen. Niet doen. Niet doen. Ik heb één les gehad van een uurtje. Niet doen. Het, okay. Is net als, het is heel simpel. Het is net als fietsen en neuken. Je leert het vanzelf. Ja. En het rollen zijn omgedraaid. Want ik zit op jouw plek, Barend. Heerlijk. Heerlijk. Ik kan dus ook gewoon jouw mic gewoon... Ja. Gewoon uitzetten en aanzetten. Oh, wat een macht heb ik hier ook. Bizar, hè? Ja, maar misschien is het wel leuk als ik een achtergrondmuziekje erbij aanzet. Doe even. 538. Barend en Iris. Ja, dit is lekker. Jeetje, soepel ook, hoor. Nou, gisteren is alles een beetje uitgelegd. Dus het zijn heel veel knopjes. Maar ik vind het wel leuk om hier achter te staan. Ja, nou ja, goed. Het staat je ook wel. Ja? Mag mijn zietje iets zachter? Oh, ja. Oh, ik heb die natuurlijk... Ja. Ja. Ah. Nee, precies. Zo zitten we goed. Zo zitten we goed. Oké. Okay, zal ik jou heel eerlijk vertellen? Wat ik... ik ben zo onhandig. Ik kan er geen band plakken. En ik kwam de allereerste keer van mijn leven kwam ik in een radiostudio. En toen dacht ik, ja... Laat ik die droom maar gewoon laten varen. Want dit is gewoon niet te doen, weet je. Het is, die tafel, weet je, dat is zo'n groot ding. Ja. Eden, ja, waar is de godsnaam allemaal voor? Maar ja, jij hebt gisteren je eerste les gehad. Ja, dus nu moet ik het waar gaan maken. Je moet het waar gaan maken. Ja. En ik moet je zeggen, de eerste 40 seconden... Ja, kunnen we nu al verklappen, hoor. Ja. Gaat dat met dolle, gaat lekker. Nou goed, we hebben pas 3 knopjes gehad, de mics... en we hebben pas, zeg maar, dit achtergrondmuziekje gehad. Ja. En we gaan nu natuurlijk de grote proef om te kijken... of ik naar de volgende plaat kan praten. Nou ja, lieverd, ik hou mijn bek. Je gaat je gang maar. Oké, okay, wat we doen? We doen het achtergrondmuziek. Nee. Ja, we krijgen het volgende nummer. Glass Animals. En dan zie ik ook gelijk dat we nog wel eventjes hebben... om gewoon lekker naar die plaat te praten. Ik heb namelijk 12 seconden. En het nummer gaat bijna beginnen. Dit is de slechtste intro, maar veel plezier. Oh, dan moet ik natuurlijk mijn microfoon aanzetten. Bomber Public, Sunshine, aangevraagd door Annemiek. Het ging helemaal lekker. Ik zette dit echootje in. Het enige kleine... Oh, jouw schijf moet ook nog open. Nee, ben je gekje, ga lekker in gang. Sorry. Ja. Jouw schijf ook open? Nee. Kijk, het kan allemaal gebeuren. Nee. We moeten door, we moeten tempo maken. Ja, we moeten tempo maken, want je gaat natuurlijk luisteren naar Niek van der Brugge met een weekendmix. Hoppakee, tot volgende week, bye bye. Oh, kut, ik heb het verkeerd gedaan deze. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland. Yeah.